lukte niet om de studenten dus democratische burgers te maken. Ze waren boos, ze waren verdrietig en de methode liet daar geen ruimte voor. Goedenavond, welkom bij De Koplopers, de reeks van de Bali en regieorgaan SIA, waarin ik, Teun van de Keuken, de mensen ontmoet die de toekomst nu al in de praktijk brengen. Het klinkt bijna ongelooflijk, maar toch is het zo. En het is mij genoeg een aantal van deze mensen aan jullie voor te stellen. Vanavond zijn dat de mensen die ervoor zorgen dat onze democratie niet zonder zuurstof komt te zitten. Dat wil zeggen dat onze democratie niet zonder bekommerde burgers komt te zitten, want die hebben we hard nodig. Op tafel ligt vanavond de vraag: hoe worden of blijven wij eigenlijk burgers in Nederland? Hoe hebben we burgerschapsvorming geregeld of hebben we die uitbesteed en hoe dan? Wie is daar verantwoordelijk voor? En hoe kunnen we de mensen die voor de klas staan om steeds weer de democratie leven in te blazen zo goed mogelijk helpen? En allereerst stel ik graag aan u voor iemand die al naast me zit, Willeke Slingeland. Welkom. Lector Weerbare Democratie aan de Hogeschool Saxion. Ik kan me eigenlijk geen belangrijker functie voorstellen. En met je proefschrift in 2018 introduceerde jij in Nederland het begrip netwerkcorruptie. Je houdt je bezig met de informele netwerken rondom politiek en bestuur, hoe ons kent ons regeert en hoe dat onze democratie minder weerbaar maakt. Willeke, we gaan straks naar je luisteren. Je gaat een mooi verhaal houden. Maar we gaan het hebben. De avond die heet Democratie zonder burgers. Wat kan je zeggen over de urgentie hiervan? Waarom is het zo belangrijk om hierover te praten? Dreigen we een democratie zonder burgers te worden? Ja, nou een beetje de koppeling aan netwerkcorruptie, waar je al even op hintte. Ja. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de functie van netwerken in onze Nederlandse samenleving. Waar ik op stuit is dat die netwerken op eigenlijk allerlei sectoren, jij noemt de politiek, maar je kan ook zeggen cultuur, sport, vastgoed, je kunt het zo gek niet verzinnen, dat we steeds meer dezelfde mensen in netwerken daar eigenlijk de beslismacht hebben. Ja, dus want als je het woord netwerkcorruptie hoort en je hebt het over politiek, dan zou je misschien kunnen denken dat zijn hele andere mensen dan wij. Maar als we het hebben over de cultuursector bijvoorbeeld, dat zijn dan ook echt van die Bali-mensen, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, dus we moeten ook zeker kritisch naar zelf kijken, maar ook naar academische netwerken. Net zo goed. Ja. Dus het is een fenomeen. Wat moet ik daarbij voorstellen? Elkaar baantjes toespelen? Nee, het is, heel vaak wordt het wel één op één gezien als vriendjespolitiek of ooit boys netwerken. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje de klassieke weergave van netwerken. Waar het om gaat is dat we in Nederland eigenlijk sinds die ontzuiling een netwerksamenleving zijn geworden. En die netwerken betekent dat we allemaal gewoon ons kunnen omringen met mensen die we aardig vinden. Ja. Maar wat we doen is vooral ons omringen met mensen met hetzelfde mensbeeld, wereldbeeld. En het zijn eigenlijk hele homogeen, eenzijdig samengestelde netwerken geworden. Mensen die gewoon allemaal op ons lijken. Ja, maar het grappige is dat we daar nu wel toevallig net een premier hebben die helemaal geen mensbeeld heeft. Ja. Ja. Maar goed, dat terzijde. Daar komen we zo nog even over te spreken. Ja. Ja. Maar, en dat is heel lang heel krachtig geweest. Hè. We hebben ook heel lang gezegd, poldermodel, die netwerken, dat is een beetje het sociale aspect. Dat werd alles van, goed gevonden. Ja, sociaal kapitaal. Het is een hulpbron eigenlijk. Ja. Maar wat ik heb gezien, ik ben ook begonnen. Mijn startpunt was een aantal grote schandalen in Nederland. Corruptieschandalen, maar ook meer recent parlementaire onderzoeken. En wat mij opviel is dat eigenlijk die netwerken zo ons samenleving hebben doorspekt. Maar vooral in het hoge segment. Dus vooral hoogopgeleid, mensen met echt beslismacht. Ja. Dus verwevenheid tussen kopstukken vanuit het bedrijfsleven en politiek. Maar ook toezichthouders, adviescommissies. En dat je eigenlijk maar een handjevol mensen hebt wat alle beslismacht heeft en eigenlijk de macht en tegenmacht, waar we denk ik ook wel over komen te spreken, aantast. Hè? Dus als hetzelfde netwerk op de positie van de macht zit, maar ook op de tegenmacht, dan holt het uit. Ja, en als we het dan hebben over, en daar gaan we natuurlijk nog veel verder over praten, maar over die democratie van de burgers, over die uitholing van de democratie, dat is dus maar een klein groepje en een heel grote andere groep krijgt daar nooit toegang toe. Dus 30% van Nederland, dat laat ook het rapport van de SCP zien, eigentijdsongelijkheid, 30% van Nederland heeft niet of nauwelijks meer een netwerk. Ja, en wat is het gevaar daarvan? Nou ja, dat is het gevaar dat die belangen niet gekend worden, dat die mensen ook het gevoel hebben, die inwoners, van ik heb geen, mijn belangen worden niet gehoord, maar ik heb ook geen invloed in besluitvorming. En je ziet eigenlijk dat dus de netwerken boven in de top dat niet meer in die haarvaat van die samenleving zitten. Dus dat is ook eigenlijk de kloof waar veel over gesproken wordt. Dus we gaan onder andere hier verder over hebben, maar ook over de vraag hoe kunnen we die netwerken openbreken. Ja. Neem aan dat de mensen die in die netwerken zitten, die willen dat niet.
Sommigen wel, sommigen niet. Het is ook heel vaak onbedoeld. Hè, dat je denkt dat je met een heel breed samenstelling van de samenleving contact hebt. Maar als je het letterlijk uittekent, zie je dat je maar met een handje vol contact hebt. En dat die al diezelfde sleutelfiguren in die netwerken zitten. Ja. Nou is het zo dat wij hebben het hier ook vaak hier in deze serie over ambities om te verduurzamen en te vergroenen. In hoeverre hangt waar we het hier vanavond over hebben ook samen met verduurzaming en vergroening? Ja, ik kan daar twee dingen over zeggen. Wat ik zie ook rondom circulariteit en die transitie. Zeker als het gaat om de regionale context, provincies, de windmolenparken. Wat je gauw ziet is dat daar ook heel gauw een netwerk ontstaat. Maar ook bijna een bedrijfsmodel om zo snel mogelijk te vergroenen. En ik heb zelf in een onderzoek ook meegemaakt dat heel vaak ook hier het hele idee van wat vindt de inwoner. Hebben tijd om die inwoner te betrekken, goed te informeren. Dat het bijna altijd op gespannen voet staat. De inspraakavond als iets wat je even moet afvinken. Maar niet om echt inspraak aan de burgers het te is geven. Er is een kentering gaande, maar we zijn er nog niet. Het risico is dat het toch weer een soort van window dressing is. Van ja, we halen wat op. En wat wij ook terugkrijgen in ons praktijkgericht onderzoek van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor dit soort avonden. Is dat ook, ja, wat kun je met de opbrengst? Want de opbrengst is vaak op een hele andere manier dan wat je van de geëikte spelers uit het bedrijfsleven hoort. Hè? Dus participeren vind ik ook een hele spannende als we het vanavond hebben over burgerbetrokkenheid. Ja. Kun je ook met betrokken burgers uit de voeten als het in een taal komt of met een scenario of een model wat een ander wereldbeeld heeft. Hè? Dus dat vraagt echt een doorvertaling ook naar zo'n ambtelijk bestuurlijke context. Eigenlijk de taal en het model van het ambtelijk apparaat en van de elite, om dat rotwoord maar te gebruiken, sluit niet aan bij een groot deel van de burgers. Ja. Het ideaal is er, denk ik oprecht. Ja, dat denk je wel. Merendeel. Het is natuurlijk ook zo dat er heel lang. Ik heb het idee dat ik misschien al heel veel schoten voor de boeg. Ik weet niet wat je met een schot voor de boeg doet eigenlijk. Maar neem, laat ik het maar even zo zeggen. Maar je kan, er is toch ook heel lang van, ja, het moet ook wel efficiënt gaan. Ja, dus ja. Als je eindeloos die burgers laat meepraten, dan schiet het allemaal niet op. Ja, dat is precies waar we nu zijn aangekomen met al die grote opgaven. Polycrisis wordt het wel eens populair genoemd. Ja. We hebben geen tijd te verliezen, dingen moeten nu gebeuren. Maar hoe zorg je dat nog steeds op een democratische manier gebeurt? Dus dat je eigenlijk daar weer die checks en balances, dat je die staande houdt. En dus dat is een spanningsveld. En het is heel leuk om te kijken van kunnen we dat actief burgerschap wat meer met elkaar vormgeven, zodat ook in taal en hoe die boodschap behartigd wordt, dat lukt. Jij zei je had er twee antwoorden op die vraag over die vergroening. Ja, ze heeft het denk ik. Het ene was dus dat je ziet dat op gespannen voet staat met die snelheid en dat het ook die perversiteit is. Ja. En tegelijkertijd denk ik van het is voor het draagvlak van wil je echt zorgen dat het publiek vertrouwen wat nodig is, maar ook die doenkracht vanuit die samenleving om dit voor elkaar te boksen. Ja, dan moet er wel iets gebeuren ook in die representatieve democratie. Dus dan moeten de functies verkozen en benoemd. Ja, dat moet weer gaan om mensen die echt contact hebben met die haarvaten. Dus allerlei functies democratisch verkiesbaar maken is een deel van de oplossing. Ja? Ja, want jij zei, wij wezen hier op de stapel boeken hier. Ik vond het heel grappig. Bang dat een boekbespreking. Maar ik vond het heel grappig dat Kees, die dit helemaal samenstelt, onderop heeft gezet: José Ortega y Gasset, de opstand van de massamens. Mijn analyse of mijn observatie was dat de boeken over deze belangrijke onderwerpen niet altijd het mooist worden uitgegeven. Maar goed, het gaat ook echt om de inhoud natuurlijk. Waar jij zei, en dan ga ik een vraag stellen aan het publiek. Want we kunnen natuurlijk de hele tijd zeggen van ja, we willen de hier mensen de niet aan het woord laten. Maar als we dan zelf geen vragen stellen aan het publiek, waar zijn we dan mee bezig? Ja. Maar je zei, eigenlijk de analyse is er wel. Nou ja, weet je, ik denk echt oprecht dat in de laatste jaren van populair wetenschappelijk tot zwaar wetenschappelijk er heel veel goede probleemanalyses zijn gemaakt. Ja. Heerlijk. Dus er ligt heel veel op de planken, maar wat ik tegelijkertijd zie, en daar zijn wij ook als onderwijs denk ik voor, wat we terugkrijgen is, we hebben geen tijd om het te lezen. Het zijn ook grootste thema's die soms ook los van elkaar worden besproken. En we moeten denk ik hiermee ook op zoek naar de samenhang. Maar waarom ik zo blij ben nu al met deze avond, is dat we dus meer mensen aan tafel hebben van universitair, hbo en mbo. Ja, dat komt graag. Bijna nooit voor. Is eigenlijk belachelijk. Ja. Want als je die mensen samen aan tafel hebt, dan kom je echt een stuk verder, denk ik. Daar ben ik heel blij mee.
Evelien Tonkens, kom er alsjeblieft bij. Dames en heren, Evelien Tonkens werkt bij de Universiteit voor Humanistiek. Richt zich als universiteitshoogleraar de rol het thema burgerschap in een gepolariseerde samenleving. Was eerder bijzonder hoogleraar burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Columnist bij de Volkskrant en Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Goed netwerk, denk ik, heb je, Evelien. En ik zat in de commissie Marcouch. Dus... Ook nog. Ja. Veel gevraagd adviseur inderdaad voor beleidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Schrijf van boeken waaronder bijvoorbeeld... En nou mag ik even, burgerschap, wat is het en wat kun je ermee? We hebben het al een paar keer gehad over de essentiële rol van het onderwijs. Dus ik zou zeggen, laten we ook twee mensen aan tafel nodigen die daar... Ja, die gewoon voor de klas staan en daarover kunnen delen. Yasser Hoesseini en Simon van der Zee. Kom aan tafel alsjeblieft. Simon van der Zee is lector vernieuwend onderwijs aan Saxion University of Applied Science. Kijk, dat is alweer zoiets, hè? Dat is mijn netwerk. Het is je netwerk en ook een beetje belangrijk doen met dat het allemaal in het Engels is. Jij kent de binnenkant van de klas op allerlei onderwijsscholen. Je begon je carrière als leerkracht basisonderwijs, studeerde onderwijskunde en promoveerde op onderzoek naar effectiviteit van Dalton-onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Is het effectief, Dalton-onderwijs? Uiteindelijk, ja, dat blijkt dan na 5 jaar onderzoek, blijkt het niet uit te maken. Dus het scoort gelijk. Dus dan heb je zo'n spannende, spetterende conclusie. Mijn dochters hebben er allebei op gezeten. Had dus niet gehoeven. Momenteel verricht je samen met je kenniskring onderzoek naar de vernieuwingsscholen en vernieuwende onderwijsthema's zoals teamgericht onderwijs. Yasser, jij bent docent burgerschap op het ROC Nijmegen. Je doseert het vak burgerschap bij de opleidingen autotechniek van ROC Nijmegen. En je combineert je liefde voor de techniek met je opleiding als docent geschiedenis. Wat een ontzettend spannende combinatie. Het doet me een beetje aan denken, Yasser, dat op de technische scholen in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog het verplicht werd om geschiedenisonderwijs te krijgen over het eigen verleden. Dat klopt. Om weer goede burgers te creëren. Je probeert je in te leven in de wereld van de studenten. En die halen hun nieuws niet uit het journaal, maar van TikTok. Niet allemaal, toch? Ook. Nou, social media is wel echt heel belangrijk. Ja. Ze komen ook regelmatig met de filmpjes. Je zei het al een beetje. Ze komen regelmatig met filmpjes naar de klas ook al. En dan zeggen ze, meneer, kijk. Nou, dit is wat er aan de hand is. Ja. En dan is de algoritme waar je ook net over had, hè, die neemt het volledig over. En ze zitten heel erg dan in hun eigen wereld. Hun eigen gelijk wordt de hele tijd bevestigd en bevestigd. Ja. En daarmee komen ze naar de klaslokaal. En dan moet ik het hebben over de Tweede Kamer, democratie. Ja, succes daarmee. Heel sexy. Ja. Heel sexy, ja. Maar je kijkt er wel blij bij. De studenten komen naar mij toe. Ja. Ze hoeven niet naar mij toe te komen. Want ze weten al, op het moment dat ze met zo'n filmpje naar mij toe komen, dat ik het ga bekijken. Vervolgens gaan we bronnenonderzoek doen. Wie is de maker? Wat is hun boodschap? Ze weten dat ik er een hele les aan ga besteden. Maar toch komen ze elke keer naar mij toe. Maar dat betekent dus dat ze eigenlijk... Want ik weet niet meer, iemand zei van... Ja, veel mensen hebben eigenlijk niet meer... Die komen niet meer in contact met iemand die... misschien tegenargumenten levert. Daar hebben ze honger naar. Ze hebben er honger naar. Ze willen tegenargumenten horen. Ze willen weten van, is de wereld groter dan dat ik ken? Ja. En mijn taak, ze zitten in die puberteit, hè, ze vol met energie. En ze zijn op zoek naar bronnen. En mijn taak is om de wereld groter maken. Ja. Ze zitten alleen met hun sociale omgeving in de garage. Met de mensen waarmee ze werken, stage lopen. En ze zijn op zoek naar, wat is er nog meer? Ja. Veel van mijn studenten zijn nog nooit naar Amsterdam geweest. Ik zie ook, ze kennen het van het nieuws, ze hebben het gehoord, maar ze zijn nog nooit geweest. Ze zijn nooit buiten hun eigen dorp geweest. Dus, en voor de eerste keer komen ze naar Nijmegen om te studeren bij mij. Ja. Ja, dus ze zijn op zoek. Alleen, maar ze zijn dus niet zoals mensen misschien denken, van nou, ze gaan die rabbit hole in en ze willen daar eigenlijk ook in zitten. Echt niet. Nee. Ze willen juist eruit. Alleen wat wij doen is, we stoppen ze daarin. Ik ben zelf bijvoorbeeld, we hadden het er een beetje over, ik ben op praktijkonderwijs gezet toen ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen en gevlucht van een mislukte rechtsstaat en ik kom hier naar Nederland en vervolgens mag ik deelnemen aan praktijkonderwijs. Helemaal niet erg, maar dat was niet mijn niveau. Vervolgens word je dan op VMBO en het heeft mij tot mijn 28ste geduurd om op niveau te komen. Even tussen haakjes niveau. Ben je daar ook een beetje kwaad over?
Het was een lastige zoektocht. Ja. Wie ben ik? Waar hoor ik thuis? En waarom wordt het mij zo moeilijk gemaakt? Voelde je dat je niveau hoger was? Nee, ik wilde heel graag docent worden. En het werd mij zo moeilijk gemaakt. Want om docent te worden moet je HBO hebben. Dat snap ik ook allemaal. Maar het is zo'n enorme lange stap als je een achterstand hebt. Ja. En in je achterstand heb je misschien niet een capaciteit en kunnen en kwaliteiten. Maar die achterstand wordt je ook een beetje opgelegd. Ja, daar hadden we het al over eigenlijk eerder. Mooi idee, iedereen gelijke kansen, maar dat is dus al niet zo. Het is zeker niet zo. En in de klaslokalen zie ik het ook. Ja. Simon, hoe luister jij tot nu toe naar de gesprekken? Met heel veel fascinatie. En dan haak ik ook aan bij die neoliberale meritocratie. En ook bij wat Willeke zegt en tegelijkertijd ook weer wat jij zegt. En dan kijk ik weer naar onderwijs, vooral primair en voortgezet onderwijs. En dan denk je aan die burgerschapsopdracht. En we hebben nu de verplichting om echt kinderen in te leiden in het burgerschap. Dus we hebben er een vak van gemaakt. We hebben het verplicht gemaakt. We hebben doelen opgesteld. We leerlijnen moeten erop uitgezet worden. Dit moet gevolgd en gemeten worden. In internationaal perspectief zijn we het aan het meten. En dat is toch wel wat een andere situatie dan wanneer je begin 20e eeuw keek. Toen hadden we het klassikaal onderwijs, traditioneel onderwijs. En dat was ook burgerschapsvormend in zichzelf. Ja. Dus het onderwijs had een specifieke taak. Namelijk de elementaire basiskennis bijbrengen die je in staat stelt om zelf na te denken, om zelf mee te doen en er zelf keuzes in. Het ouderwetse bildungsideaal. Het ouderwetse bildungsideaal. En toen had je de reformpedagogen nog en die veranderden bepaalde dingetjes nog. Bijvoorbeeld hadden we klassenvergaderingen, dus democratische praktijken die slopen al eigenlijk school binnen. En eigenlijk de vanuit het neoliberale meritocratische idee is de roep voor burgerschap eigenlijk ontstaan. Leg dat eens uit. Nou, die overheid die heeft er min of meer een beetje afstand genomen van de burger. Dus hetzelfde wat jij eigenlijk uit ging leggen. Tegelijkertijd zijn we er wel verantwoordelijk voor dat deze maatschappij een beetje draaiende raakt. Dus als we het hebben over polarisatie, affectieve polarisatie of andere misstanden in de maatschappij. Ja, daar moet toch iets aan gedaan worden. Ja. Nou, onderwijs is natuurlijk het instrument wat je kan inzetten om daar verandering in te brengen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, gaan we weer? Moeten we weer? Ja, je moet absoluut denken, gaan we weer? Ja. Vooral wanneer je bekijkt naar taal, rekenen, dus die elementaire kennis. Dus eigenlijk de basis van wat burgerschapsvorming altijd was. Ja. Heb je kennis van de wereld, heb je kennis van kunst, cultuur. De taal ben je machtig, je kan rekenen, et cetera, et cetera. Dat is allemaal aan het afbrokkelen de laatste 10 jaar. En tegelijkertijd zegt onze overheid dan, terwijl we in 2008 een rapport hebben van commissie Dijsselbloem, gooi niet alles over de schutting naar het onderwijs toe. Dan zeggen ze, weet je wat je nu moet doen? Je moet nu burgerschapsvorming. Dus eigenlijk zeg je in het hele onderwijs, het hele onderwijs afgebrokkeld, waardoor je minder in staat wordt om een waardoor je een goed functionerend burger kan worden. En dan maken we daar in plaats daarvan maken we een vakje burgerschap. Ja, en dan ga ik het nog erger maken, want eigenlijk zoals dat is ingesteld. Ja. Dus de manier hoe de overheid daarin heeft gefunctioneerd, met name op afstand, dat hebben we een soort met gemodelleerd in het onderwijs. Dus schools mirror society. En ik word hier heel moe van. Als je kijkt, eigenaarschap, zelfregulatie, zijn typisch van die termen die vanuit de maatschappij komen. Die zitten nu in het onderwijs. Kinderen moeten zelf doen, zelf plannen, zichzelf reguleren. Vanaf kleuters komen ze binnen en dan moeten ze al een hele dag moeten ze min of meer plannen waar ze op uitkomen. Zeker bij Dalton-onderwijs. Ja, zeker. Ja, dan heb je die planborden. Ja, ja. Ja, ja. En dan moet je reflecteren op wat je hebt gedaan. En op het moment dat het moeilijk is, dan is die leerkracht een beetje vanaf de zijkant soort met je coach. En die gaat jou dan vragen hoe jij dat beter zou kunnen doen. Ja. Dus ook de tendens in het onderwijs om te individualiseren, eigenaarschap bij die leerling op zeer jonge leeftijd al neer te leggen. Ja. Dat zie je dan ook nog terug. Dus we hebben die. Maar er zijn toch ook. Maar hoezo is dat rekenen en zo afgebroken? Want dat snapte ik. De overheid is niet alleen nu aan het bezuinigen op onderwijs, maar dat doen ze altijd. Het vak, bijvoorbeeld het vak geschiedenis, ook omdat we docententekort hebben, wordt nu gegeven geschiedenis, wordt economie, wordt aardrijkskunde wordt gegeven door, is vervangen door het vak mensen-maatschappij.
als docent economie mag ik het vak geven en dan moet ik ook een stukje geschiedenis bespreken. En dan komen de studenten naar mijn klaslokaal en ik heb ze aan het begin van het schooljaar, na 7 oktober, waren het studentenbos. Ik kwam naar het klaslokaal, ik merkte dat er heel weinig kennis was over het verleden. Mm. En ik liet het foto van Hitler aan de studenten zien en ik zei, wie is hij? Wat heeft hij gedaan? Bijna de helft van de studenten had geen flauw idee. Onze geschiedenisonderwijs, dus over taal en rekenen, is aan het mislukken. Waarom? Omdat we dus docenten tekort hebben en we zijn aan het bezuinigen. Het vak geschiedenis... Mijn hart huilt als ik dit hoor. Ja, ja, mijn ook. Maar ja. Ik wou namelijk nog wel even het vak burgerschap gaan verdedigen. Want ja, mag ik nog kort antwoorden? Ja, ja, ja. Jij noemt het lerarentekort inderdaad ook al. Dus we hebben een kwantitatief en kwalitatief lerarentekort. Je ziet ook hoe dat de afgelopen tijd is gegaan dat we bijvoorbeeld wel ZZP-leerkrachten hebben gekregen die dan meer kunnen verdienen om op die manier ingezet te worden. Maar daardoor zie je dat de kwaliteit van ons onderwijs simpelweg afneemt. Als je kijkt naar de inspectierapporten, 1 op de 5 scholen krijgt gewoon een onvoldoende. Internationale vergelijkingen, PISA, TIMSS, maakt niet uit welke vergelijking. Je ziet de dalende trend en daar hoef je geen statisticus voor te zijn. Dus je ziet dat daar iets aan de hand is qua kwaliteit. Dus dan zeg je eigenlijk van de kwaliteit van al het onderwijs is afgenomen. En staat enorm onder druk. Ik zou zeggen dat is heel belangrijk en dat moeten we ook absoluut niet. Dat zou absoluut niet moeten. Maar dat staat eigenlijk los van wat is het vak burgerschap en hoe zou je dat kunnen invullen? Nou, toch? Nou, dat is toch de basis? Nee. Ja. Kijk, daar zit dus een belangrijk verschil. Je kan het als vak zien en je kan daar specifieke doelen voor opstellen, meetbaar maken, et cetera. Wat nu heel erg in ons zit. Of je kan burgerschap als een soort automatisch min of meer onderdeel van het proces van onderwijs en als gevolg van algemene vorming. Ja, dat is die Bildung waar we het net over hadden. Ja, dus ja. Je zou dat Bildung kunnen noemen. Zo zou je het ook kunnen bekijken. Ja, maar ik zou denken... Maar wat ik heel vaak merk is dat het ideeën vanuit Den Haag naar ons toe worden gebracht, naar de docenten. Je mag het gaan uitvoeren. Kom alsjeblieft en ga in gesprek met de studenten. Ga een klassenbezoek doen. Kijk wie er in de klaslokaal zit. Wat een beleveniswereld is. En bijvoorbeeld een hele simpele voorbeeld is dat heel veel mensen uit Den Haag niet eens een idee hebben wat er op social media zich afspeelt. Mm-hmm. Kom maar even kijken. Ik vraag aan mijn studenten hoeveel uur per dag zit je op social media. Laat je schermtijd kijken. 12 uur per dag zit je op die social media. Ja. Als het 12 uur per dag alleen maar één stroom is, dan is onderwijs de enige plek nog waar wij invloed kunnen hebben op studenten. Dat sterker nog, hun identiteit is online sterker dan de analoge identiteit. Ja, hè? Klopt. Ze zijn iemand aan het worden op die online omgeving die ze hier niet meer zijn. Ja. Dat is... Bijvoorbeeld een van de grote volgers die je gelukkig nu minder aandacht krijgt, Andrew Tate. Ja. Andrew Tate. Hoe ga je daarmee om in de klas? Andrew Tate komen de studenten, ik heb dus bijna alleen maar jongens in de klas, die komen, die belden over hij vertelt hoe jij als man moet gedragen. Hij vertelt hoe je de baas moet zijn en hoe je de vrouw moet behandelen. Nou, daar komen ze naar de klaslokalen. Het is een strijd om daarmee aan de slag te gaan. Tot een paar jaar geleden volgde ik gewoon braaf de methodes. Hè. Je hebt een methode burgerschap, daarin ga je die allemaal volgen en vervolgens kwam ik erachter, ja, die methodes hebben lopen totaal niet met de tijd mee. Maar ik kan me voorstellen dat jij ad hoc veel meer impact hebt. Ik heb ad hoc veel meer impact. Ja, dus dan heb ik de methode aan de kant gegooid en de les bepalen de studenten. Maar kan je daar ook op, want jij zegt van ja, dit zijn ook methodes, dat moet je allemaal afvinken en weet ik wat. Ja. Zou je daar ook nog negatief op kunnen worden afgerekend? Ik heb een klas met 32 leerlingen die ik moet lesgeven. Ja. Ik ben in mijn eentje, in een uur tijd en een week. Nou, dat is gewoon veel te weinig. Ja. En dan hebben we het over burgerschapsvorming en noem maar op. Maar geef mij de middelen, waar ik mijn lessen kan voorbereiden. Ja. Waarop ik niet aan 32 studenten burgerschaponderwijs hoef te geven. Maar de bezuinigingen van de overheid zorgen ervoor dat ik niet alleen de docenten, collega's tekort heb. Maar ik zit echt in een klaslokaal vol met kritische studenten. En bijvoorbeeld de studenten die de slachtoffer zijn van de toeslagaffaire zitten in de klaslokaal. Hmm. Vol met hun emoties. Ze laten zien, meneer, kijk, we moeten 40.000 euro betalen thuis, terwijl ons jaarinkomen 30.000 euro is. En dan moet er ruimte zijn voor mij als docent om het gesprek te voeren. Maar als ik 32 leerlingen in een klaslokaal heb... Wanneer heb jij besloten, ik ga gewoon doen wat mijn instinct me ingeeft, wat belangrijk is, in plaats van die methode te volgen? Omdat ik zag dat het mislukte. Het lukte niet om de studenten dus democratische burgers te maken. Ze waren boos, ze waren verdrietig en de methode liet daar geen ruimte voor. De methode is gemaakt voor alle jongeren. 15 jaar geleden is die geschreven en niet vandaag.
wat voor het 7 oktober gebeurde. Ik had zondag nog de tijd om mijn lessen voor te bereiden. En maandag kwam ik de klaslokaal in. In de klaslokaal, je zei het al aan het begin, de samenleving in het klein. Joods, ja. Christelijk, islamitisch, noem maar op. Iedereen is aanwezig in de klaslokaal. En ik kwam klaslokaal in, helaas was de deur al open. En de studenten stonden daar, ze wilden met elkaar op de vuist. Ja. Waarom? Omdat hij Joods was en hij islamitisch was. Puur. En wat daardoor. Heb je toen gedaan? Ja, ik ben klein, dus ik heb geprobeerd om ze te laten zitten. En de jongens zijn grote mannen. Ja. Dus laten zitten en vervolgens het gesprek met ze gevoerd. Mm. Hoe voelt het om nou meer dan 2000 jaar antisemitisme te hebben, mee te maken? Ja. Hoe voelt dat nou? En van de andere kant, mijn Palestijnse student die heel graag wilde vertellen hoe het voelt om vanaf de jaren 60 vluchteling te zijn. Dat ze gevlucht zijn naar Syrië en vervolgens naar Nederland, omdat de burgeroorlog daaruit brak. Dus zijn hele leven is als en zijn vader en zijn opa allemaal vluchtelingen. Hoe voelt het? En vervolgens met elkaar een gesprek laten gaan. En vervolgens, waar zijn ze zo boos over? Waar zijn ze zo verdrietig over? Ze lieten elkaars foto's zien van, en mijn Joodse student liet een foto zien van, dit is mijn nichtje. Mijn nichtje is omgekomen bij de festival. En mijn student die familie in Gaza heeft, liet foto's van zijn oom zien. En die zei, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren nu. Ja, maar heb je ze dan nader tot elkaar gebracht? Ze zijn gaan zitten. Ja. Ze zijn met elkaar in gesprek gegaan. We hebben kennis gemaakt, dus geschiedeniskennis. We hebben het weer over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog gehad. We hebben over antisemitisme gehad. We hebben het over zijn geschiedenis gehad als Palestijn. En ze zijn dan dichter bij elkaar gekomen. Ze lopen weer samen stage in plaats dat mensen vuisten. Dus burgerschaponderwijs lukt wel. Maar ga alsjeblieft niet de plannen in Den Haag bedenken. Maar hoe moeten wij het uitvoeren? Maar ik kom zo weer bij jou. Maar hoe... Kijk, je kan natuurlijk niet onderwijs zeggen van nou, ga maar zelf je gang, toch, aan een leraar, of wel? Nou, op zich, je hebt gewoon kaders, dus ja. We hebben zeg maar doelen, eindtermen. Ja, maar hij zegt, toewerken. Jasser zegt van ja, kijk, dat heeft geen zin om les te geven zomaar. Of tekentafel, hè? Met die tekentafel, ja. Ja, oké. Okay. Maar je hebt daarbinnen, als je de doelen bekijkt, heb je binnen vrij veel ruimte. En dat was even, want je zei die methode. Ik bedoel niet meteen een soort echte methode waarvan je les tot les. Maar het is wel een bepaalde opvatting dat je die einddoelen hebt, dat je die moet verantwoorden in een lijn. Wat wij nu met scholen aan het doen zijn is, want er kwam ook al te sprake van, je kan... Die opvatting over wat een burger is en wat burgerschap is. En is dat een aangepaste burger of juist een kritische burger? Wil je vraagstukken die lokaal zijn of globaal zijn, wil je aan de orde stellen? Gaat het om dingen die heel dichtbij zitten of juist over de grote problemen? Draait het vooral om kennis of draait het vooral om meedoen, participeren in zo'n democratie? Daarbinnen heb je nog allerlei keuzes als school zijnde, als docent zijnde. En daar zit ook echt wel de ruimte in om meer te zeggen incidenteel op in te springen. En er is niemand die jou afrekent wanneer je dan zegt, nou jongens, jullie willen ruzie hebben, maar dat kan even niet, want we moeten deze les volgen. Tuurlijk moet je daar tijd en aandacht aan besteden, zal de inspectie zal dat ook... Maar dat is toch juist burgerschap... In optima vormen. Ja, dat is inderdaad burgerschap in optima vormen. Maar moet je het dan beslist in een extra vak? Moet je dat doen? Of zit dat in het natuurlijke, en dan kijk ik even naar primair en voortgezet onderwijs, in het natuurlijke leren? Ik had gisteren familieleden op bezoek die PVV stemmen. Nou, je hoort al, ik stem dat niet. Maar ik vind het wel de uitgelezen kans wel om te horen, wat zit daar nou achter? Hè? Ja. En ook bij onze eigen studenten, moet ik eerlijk zeggen, waren ook veel PVV-stemmers... Maar je hoort heel vaak toch, en dat bedoel ik niet paternalistisch, maar de eenvoudige argumenten die aangedragen worden, een hele vereenvoudigde kijk, waarvan ik echt denk dat ook opnieuw die social media en het stuk gesprek thuis, dat daar... Ja, mensen durven het niet meer aan, het gesprek. Ja. Nee, dus ik probeer dat wel, maar ik probeer het ook vooral als verrijking te zien, dat ik dus met iemand vanuit niet vanuit mijn eigen bloedgroep een gesprek heb. En een van mijn beste vriendinnen is nu statenlid voor de BBB. Vind ik ook een kans om in één keer die hele agri-sector, waar ik niet in groot gegroeid ben, om te snappen wat... En dan snap je soms en die gaat de pijn, de emotie. Af, die gaat het is afscheiden heel... naar de Partij voor de Dieren. Dat denk ik niet. Nee, maar dat je elke keer dat zelf als kans ziet. Want daar begint het wel mee. Dat je zelf denkt van, god, dit is ongemakkelijk. Dit is iemand met een ander perspectief. Maar toch het idee van, luister nou eens wat erachter zit. En probeer ook goed je verhaal over het voetlicht te brengen. En kunnen we dan halverwege uitkomen. En dan is er zoveel meer. Ja, zijn we misschien allemaal een beetje te bang geworden voor de ander? Maar is het niet, want eerder hadden jullie het over de organisatie en jij liet dat mooie plaatje zien en dergelijke. En dan zit eigenlijk die organisatie naar sociaal-economische status. Daar
de vereniging, het organiseren, dat mensen met verschillende walks of life, sociaal-economische status bij elkaar komen. En we zien dat al, een verschrikkelijke ontwikkeling, die segregatie in onderwijs. Dat het zijn niet witte en zwarte scholen wat we in de jaren 80 hadden, maar het is nu op grond van sociaal-economische status georganiseerd. We gaan even. Ik vond het zeer verhelderend. Ik denk niet dat we alle problemen hebben opgelost, maar dat doen we ook nooit. Willeke, Evelien, Jasper en Simon, hartelijk bedankt. En natuurlijk ook heel erg bedankt Kees Voekema. Dames en heren, de bar is geopend. Ga daarheen. Hartelijk dank. Dank je wel. Dank je wel.